Dries Siddiqui, 0-0 uit tegen FC Emmen. Ben jij tevreden? Ja, tevreden niet. Ja, we kwamen van overwinning. Dus is er laag niet gekomen. Maar ja, je kan tevreden zijn met een punt. Ja. Kan wel. Maar of het moet zijn, dat weet ik niet. Ja, is het punt niet gestolen? Ja, de punt is zeker gestolen. Ze kregen veel kansen. We hadden bijna niks te zeggen. Een paar kansen, maar niet veel. Dus ik denk wel misschien dat de punt is gestolen. Ja goed, we krijgen inderdaad zelf weinig kansen, omdat we heel vroeg onder druk komen te staan. We hebben weinig hoge druk van Fortuna. Ja klopt, we worden onder druk te staan en dan moet je lange ballen gaan spelen. Dan, de meeste lange ballen winnen hun en dan is het moeilijk. Ja moeilijk, maar je houdt in ieder geval de nul en een punt mee naar Sittard. Ja dat wel, zeker zijn we blij mee met een punt. We hadden al gehoopt op 3 punten, maar beter 1 dan 0 natuurlijk. Ja zeker, en ja, goed, op het laatste van de wedstrijd komt er nog een rode kaart voor Cas Peters. Heb jij kunnen zien wat daar gebeurde? Nee, ik heb het niet gezien. Ik was bezig met de andere spelers neer te zetten. En, ik heb niet gezien wat er is gebeurd. Maar volgens mij was het een hele onterechte rode kaart, maar dat maakt jou natuurlijk helemaal niks uit. Ja, ik heb het niet gezien, dus ik kan het niet overoordelen. Als het onterecht is, ja. De scheidsbeslist, de scheids is de baas. Als hij ziet dat het rode kaart is, dan is het rode kaart. Als hij ziet dat het geel is, is het geel. Ik weet niet wat er is gebeurd, dus ik kan er niet over oordelen. Dries Siddiqui nou al een vaste kracht in de basis. Dat moet je natuurlijk goed doen. Ja, ik doe mijn best elke wedstrijd weer. Elke training doe ik mijn best. 100% geef ik elke wedstrijd, elke training. De trainer heeft vertrouwen en hij zet me neer. En ik doe mijn best dan en ik doe wat de trainer voor vraagt. En ja, ik denk dat het goed gaat. Wat zijn de verwachtingen voor komend seizoen van Dries Siddiqui voor Fortuna? Ja, mijn verwachtingen zijn dat ik de meeste wedstrijden in de basis sta. Dat ik veel voor Fortuna kan doen. Dat we veel wedstrijden kunnen winnen natuurlijk. Dat ik bijdrage heb aan de winst. En ook de nul houden natuurlijk, want ik ben een verdediging middenvelder. Dus dat is mijn taak, de ballen pakken en weer inleveren. Ja, en natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst of in een periode. Ja, precies. Dat is wel mijn doel. Ik denk ook voor Fortuna zelf, maar dat weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat wij hoog willen eindigen natuurlijk. Ja, vroeg in het seizoen natuurlijk, maar volgens mij staan we nu op dit moment op een mooie 4e plek. Ja, we staan mooi op de 4e plek, maar het is nog het begin van het seizoen. We moeten nog niet kijken naar de stand. Pas in de winter, wanneer de winter stopt, dan moeten we kijken naar de stand. Kijken hoe wij de winter ingaan. En dan moeten we via daar verder kijken natuurlijk. Ja, eerst kijken we natuurlijk naar de komende wedstrijden. En dat zijn 2 thuiswedstrijden tegen Volendam, tegen Jong AZ. En thuis zijn we natuurlijk ongeslagen. Thuis zijn we zeker ongeslagen, ja, gelukkig. Ja, we willen het zo houden natuurlijk. Het is 2 wedstrijden achter elkaar. Als we 2 wedstrijden nog thuis ongeslagen kunnen zijn, hebben we 6 punten. En dan staan we er goed voor natuurlijk. Ja, dan staan we waarschijnlijk toch richting de bovenste plek. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Mogen we hopen dat we gewoon thuis onze ding doen. Thuis is altijd anders als uitwedstrijd. Dus ja, ik hoop dat we thuis gewoon 6 punten kunnen pakken. Ja, Fortuna is op dit moment de meest scorende ploeg van de Jupiler League. Samen met Ajax. Vandaag dan niet gescoord. Maar thuis gaat er natuurlijk een 3-4 doelpunten vallen. Ja, dat mogen we hopen natuurlijk. Ja, thuis gaat alles anders. Ik weet niet hoe het kan. Maar thuis gaat alles hoe we willen. En ja, ik hoop dat we dan weer doelpunten kunnen maken natuurlijk. Het is jammer dat we vandaag er geen maken, maar andere keer gaan er weer 2 of 3 in. Oké, ja, super. Dankjewel voor dit interview en heel veel succes komende seizoen. En met de lange thuisreis naar Sittard toe. Dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft.